In het jaar 1165 bouwen zuster Sienzer Monsen een klooster op een vette klei noordelijk van Rinsemegeest tussen Dokkum en Bedaard. Een gadelijk plak, want de groen is der vruchtbaar. Het klooster zal uitgroeien tot een van de grootste kleestercomplexen in wat Nederland. De Monsen bidden net alleenig, maar winnen ook longen aan en onderhouden handelscontacten met steden als Hamburg en Bremen. Het is al even rond te vinden in de archieven van Tresor en bij Glieksek in het Staatsarchief van Hamburg. Het Conventus Monasteriorum der Klooster Clari Campi. Ik sticht de Klaarkamsters zijn 20 dochterkleesters. Het nonnenkleester Sion in Nijewieren bij Glieks. Deze beide mannen rennen op het eerdere begraafplak van Sion. De familie Boonstra, die je wennet, liet het loon resten. Er komt geen schep het groen in. Uit respect. Je ziet met het hege stuk loon, wat vroeger het half heet, en ze heet het elke in de volksmond ook wel wat, het halfke. Kist dan onder een bubbel zien, er zit wat een glowing in. En je moet de nonnen onder de groen lezen, is het, het verhaal van uit de voorboeken. Dat, ja. En hem willen ze wat, nee. Wat opgroeven? Nee, wij graven hier in principe in het loon, we graven net. Nee, nou maar sprongelijk maar een pijltje ergens op slaan. Nee, dat gaan wij zelf net meemaken. En eerlijk gezegd, had ik de behoefte direct net voor. Om te zeggen van ik wil de graven zien. Nee. Ik vind het wel spannend dat alle jaren de wal uit te groeven wordt. En de veer wordt alle jaren wat grutter. Dat is dan verplicht. En dan maak je de wal wat skin houden. En dan zie je wel soms is wat stikjes, puin en van alles eruit komen. Dat vind ik zelf wel heel erg interessant. Hè. We gaan naar Hamburg. In Hamburg gingen de Monsen van Klaarkamp belangrijke handelscontacten. Hans Mol is op zoek naar een document dat verhelt van een rouge tussen de Klaarkamsters en de Hamburgers. Een schip van de Hamburgers weer feestroen op Skiermuseum en de Klaarkamsters hingen het schip door leegraven. De Friezen hingen nog altijd heel te goede van de Hamburgers, maar die houden het door feest. Spul dus. Hoe die kwestie met de stikken zitten in het Hamburger archief. Also, we hebben dat hier schenken. En ik heb hier schon einmal die Klaarkamp-Urkunden zusammengestellt. Ausgezeichnet. Dass wir vielleicht sie uns ansehen können. Aber wir sind gespannt. Ja, ich auch. Oh ja. Das sind Sie, Gott. Ja. Wir müssen ein bisschen vorsichtig sein. Wir nehmen es hier vielleicht mal beiseite. Naja, das ist immer dabei. Das bröckelt dann schon ein wenig. Das ist ganz schön, wirklich. Das ist das Siegel des Distriktus Wieninger, das so, heißt ja. Ostergo. Ich wusste gar nicht, dass es so aussehen würde. Ja, toll. Das ist ganz toll. Ja. Hast du einen dicken Daumen, der da so reingedrückt ist, um das zusammenzufügen und es nicht zu lösen. Und wenn es abfällt, ist natürlich. Abbas Clari Campi steht hier auch. Ja, stimmt. Domino W. Vibrandus. Vibrandus Abbati Clari Campi. Ja. En dit had ze in Friesland nog nooit zien, dus? Nee, dit had ze in Friesland echt nog nooit zien. Dit is, ja, we kennen natuurlijk het oorkondeboek, maar natuurlijk zeg je dat oorkondeboek is net zo vreselijk bekend ik in Friesland net. Maar dit en ook in het luid, ja, dat is fantastisch. Het jouwt ik wil heel mooi aan hoe de verbindingen weer tussen Friesland, de kleesters, met haar economische potentieel en al haar kleesterbroeren aan de ene kant en de grote Duitse havensteden aan de andere kant. De maritieme relaties. Ah,
Dit is de oude moren, zodat ze vroeger waarschijnlijk van het gebouwtje wat die stien had oornaam had. Dus het verhaal gaat dat de moren dus, hij is ook heel dik en heel stug. En dat ze dat hoesje daar, wat die stien had, dat ze deze moren daar van besteel hadden. Dat die nog origineel is. Ja, ja. Ja, dit is wel zieken, dat stimmt. Ja. Auch ganz super, gut erhalten. Ne? Super. Möchten Sie es gerne mitnehmen? Ja. Verstehe. Möchte ich gerne haben. Das Problem. Ja, das ist. Und das ist jetzt schon. Wahrscheinlich dies. Und dies und dann die Brandus. Placitatum. Ja, stimmt. Dann haben wir die andere. Und da haben wir, ich denke, das. Vibrandus. Ja, Vibrandus Magistrum Conversorum. Monasteri Nostri Oblatas. We hadden dit al even besjoen. Dus de eerste oorkonde. Waarin ze zeggen van ja, die kogel van Hamburg die is net op Schiermonzeer stranden, maar op het Ooreiland. En we hadden die kogel hadden we net leegroofd. Nee, we hadden die tuigage hadden we gekocht op het Ooreiland van een oor. Dus wij binnen absoluut net schuldig. En schreeuwen ze hier on Hamburg, had je me. Dat geld net waarom betel je, dan jouw wij de abt en zijn klooster licentie om op wat voor manier ook skippen van hamburgers op doorwezen het geld waarom te helpen van wat wij doen. Maar hoe kon ze dat dan waarom, Helly, dat geld? Nou ja, eigenlijk had er een hamburgerschip in Dokkum kwam of in staat om dat beslag op te lezen bij Kliks. Of had het nog een beetje verder gong en geskipt te kapen. En die gaan onderhandelen met de Riet van Hamburg. En uiteindelijk had Hamburg zijn ja, Jim had gelijk. Jim krijgt Jim geld waarom. En de Riet van Eerste Go erkent dat. En ook die abten die het direct zegel had, die hadden de zegel onderhangen. Dus moorden we een Jeremiahse zaak hier dan sletten. Maar ja, het prachtige van. Dit dossier is in feite dat het heel goed zien ligt. Also dat ze zien last wie intensief eigenlijk die verbindingen geweest zijn. Ja. Nou, ik vind het werkelijk fantastisch om het zo te zien. Dus, zo einfach is het een Westfriesen een Freude te maken. Ja, dank je. We komen nu zo'n beetje uit, dit is ongeveer het hart van de kerk, waar we nu staan. Welke kant stond hij op, de kerk, de toren? Ja, er is geen duidelijke toren vastgesteld, maar in elk geval, dit is de lengterichting. En het koor heeft dan aan de oostkant gelegen. Dat is zo parallel aan de weg hier? Ja, min of meer parallel aan de weg. En je ziet hier een van de zijpanden die eraan zit, heeft een tweede aangezeten. Dus het is echt een kruisvormige kerk. En we staan nu ongeveer in het midden van de kerk, zo'n beetje, waar ooit de kerk gestaan heeft. Men zei wel dat de Frans de kerk het beste zien liet hoe de grote zuster Siems de kerk eruit zag in oude tijd. Van mezelf wie het zat toen ik in Pontigny kwam, een hele grote abdij in Frankrijk, toen dacht ik maar eerst. Nou, dit is de Frensische Cerke. Het klopt al hier misschien, dit is kippelijk wel net, maar de sfeer van zo'n grote Cisterciense Cerke, die is hier toch wel wat in de Frensische Cerke. En Frensen weer de stijl van de Skieringers, hè, van de aanhangers van de Cisterciense partij, dat die hier werjon is. Bernardus die heeft een soort nooitocht hoe die bouw ik en de architectuur. En de Cisterciense kerken weer net bedoeld voor de grote tal mensen, voor de mensen. En die mensen moesten leven hier, in dat gebouw, dat wie haar een vrouw had. En hij liet haar ook zien dat die hele eeuwigheid van God en heel de vrouw in deze kerken, in deze abdijkerken, onwijzig is. En dat als ze hier bidden, dat ze dan elk steen in het. Ja, in de vrouw, in de grote vrouw.
Duidelijk is dat de monsen van Klaarkamp, mooi eigen skippen, uitgebreide handelscontacten onderhouden. Onthelven de 14e eeuw giet het haar voor de wien. Maar dan wordt het minder. Het wordt crisistijd. En er binnen amper meer monsen en liekebroeren die het werk doen willen. De skipveert stierten ze al en het loon en de pleetsen worden tenaai verheerd. En hieroor moet in Hamburg wat te vinden wezen. Die man van Klerenkampen. En der had een navis, valet. Zwert. Zwert, etwa 14 pund. Ja. Grote. Ja. Und der hat gegeben dafür 28 Denarii wahrscheinlich, ne? Pfennig. Ja, und der, was hat er mitgenommen? Item habet in Lingo, also Holz. Lingo, Holz. Konstat 34 Mark, also ja. Das ist die hamburgische Währung, ja. Und gab dafür 23 auch wieder Pfennig. Pfennige. Also hier ist klar, dass Klaarkamp nicht mehr mit Brüder fährt nach Hamburg, sondern so ab und zu noch Leute mietet sozusagen. Mhm. 1348, 1350 hast du die große Pestepidemien, die benamen ik voor die lekenbroeders voor een grote stierte eronder zwartje. En wat we ook moeten maken, is de grote oorlog met Holland. Also, dus 1344 is de slag bij Starem. Hè, dat Holland en Hamburg weer mogen verboen. Dus er waren al die problemen ook, op de skipveert. En dat speelt ook een hele grote rol. Dat die oorlogsomstandigheden heel negatief waren voor de kleestereconomie. Het is correct dezelfde tijd dat die pot met goud in de groen stoppen eerst in Klaarkamp, 1360. Maar orde worden, het waren economische crisiszeiten, zaten ze dat in het Fries. En dit zou mooi zeggen kennen. Ja, maar we raken weer. Dat is een beetje juist omheen. Ja? Ja. Je zit hier op, ja. Wat op het kapje, wat ja. In de midden, dat is naar het heest. Ja. Ja. En daar zit ik weg in. Hier staat je zwart loon. Dit weer het kerkhof, dit weer het oude hof. Oude hof, ja. Ja. En hier gaan wij wel de wind met dat boven, een appelboot, een bitterboot. Ja. En dan winden we er onder slaan op wintermotor. Nou, dan is de zandhuil in de grond, vonden we alle jaren zitten de graafsteen. Ja. Ja. En dan zie je mooi opzet met harde vriezen en dan nunderken ze er boven nog heen. Keurig netjes, ja. Hebben we allemaal zo mooi achterlitten. Ja. Ja. En ja, dat is een wit verhaal. Ja. En dan zit het daar, ja. Daar is het. Ja, ja, ja. En dan kun je hier, zei ze, hierbij opkomen en dan ligt daar een steen, een hele dikke balsteen, een dopje in de midden. En dan kost het wel meer naar de Klaasgaben van Nijweer, dan kost de afstand meer. Ja, ja, ze gaan weer altijd wel een gang geweest. Nou, ik weet dat is Beppe vroeger, dan winnen we in de score rond aan het boetsen op Instrië. En dan zei Beppe van stel, we waren heel spannend, we een famke van hier is 8. Dan zei ze, Jerry, hem de gouden klok. Nou, wij heel stiekem van, nee. Nou, dan moet dan, volgens de legende moet er een gouden klok in de plaats lezen. Maar nee, dat is ook zoiets daar, ja, dan kun je wel beginnen te graven, maar wij maken je ziekje. Dus dat is van vroeger, ja, de legende. Heel, dat is oerleveren. Dat is oerleveren, ja. Och. Maar dat weet je ook nog uit de oerlevering? Oerlevering van Usman. Wij komen uit een heel oud geslacht van plasma's. He? Van Usman. En Usman was 12 jaar, en heel goed van geest, die vertelde me al dit alles. En hoe het kleest, heren. En hoe de tijd. Ach, mensen, wat zo last komt wat in dat te vertellen. He? Ja, die wist heel naar weer. Ja, toen familie van Jenny, een zuster van Jenny, had daar naar huis gebouwd. Toen zei ik dat Jan Jousma, wel Jan Jousma, dat mij hem heien, hoe sap je? Ik zei, daar zit een graf. Hij zei, hoe wist je dat? Ik zei, van uw mem. Daar haast het verhaal. Maar je weet van jouw mem ook het verhaal over dit stuk loon? Dit stuk loon, ja. Dat ze, toen in de tijd hadden ze dat kocht. En dan zei dat weer voort naar de Franse tijd. En toen hadden ze dit stuk loon gekocht en toen wist dat oude haar wist altijd blauw. Maar had je dat zo, die graven? Die graven, en ja. En die kisten? Ja.
te hebben. We winnen ik met oude Johannes Eerdema, dat wie is Boerman. En daar winnen we hier aan het graven, winnen we hier aan het bultbeslaan. Toen denk ik, dat moest in de winter modder, dan sloeg je zo'n pak modder erom. En jullie dat ik zo'n en welde? En joh, dat ik was jongen. Nou, dat weet ik minder goed, maar ik weet wel dat ze nou, op zo'n, hè, als ze zo diep ging, dan kwam ze die stenen wat en in de nunderpaasjes ja. En dan vond ik, ze zei, wat ik jou niet zei, die steentjes en de nunderkens, ja. De laatste, dat weer daar. Het is om zelfs wel interessant te zien om wie een nonnenklooster, een dependance in feite van Klaarkamp. Ooit in de 15e eeuw wie het al heel een dal onder Klaarkamp. En ook economisch wie het ingeheel. Dus er wie nooit een verschil tussen de boedels van Sion en van Klaarkamp net. Maar nu voor een van tijd doet de eigen economie als het ware opjoen is. En de converse net meer zelfs die plaatsen beborken. Haar ze al die plaatsen verhierd om Meijers. En toen had ik toch van ja, dan kan ik goed de boedel van de nonnenklisters wel skieden, nonnenmienskippen wel skieden, als van de mannenmienskippen. En zo'n tijd had dus Sion zijn eigen plaatsen nu totaal mooi gekregen. Heel tijd is dus per plaats beskeun. Elke plaats had ongeveer een side. Hier hebben we Nijkerk, toe Jaringhuizen, dat is dus Jaringhuizen zijn boordskip onder de Jester Nijkerk. En hier hebben we dan de pachter Hille Tjepkes. Die had 43 pondematen, waarvan hij jaars geeft te huur de summa van 34, 24 goldgulden. En daarboven zal hij halen 4 voer turfs. Dus hij moet ook nog dwang hebben met 4 ladingen turf helje voor het kleest. We reizen hier verder naar Ilo, een stad in Neder-Saxen, eerst Friesland. Want hier stie je ook een groot Cisterciënzer klooster dat nauwe contacten met Klaarkamp onderhoudt. Het verhaal heet dat de monsen van Klaarkamp het hier eerst bezocht ha. Wann diese Kirche gebouwd is, dat kunnen we niet genau zeggen, maar het was einde des 13. Jahrhunderts, begin des 14. Jahrhunderts. Ah, die älteste. Hier unten drunter hat man dann auch Bretter gefunden von Toten auf einem Kirchhof und die sind frühestens von 1276. Wir wissen eigentlich aus der Chronik von Blomkamp, dass Klaarkamp, das war das Mutterkloster des friesischen Zisterzen, aber in der Chronik von Blomkamp wird gesagt, ja, die haben in Klaarkamp angefangen, aber bevor zuvor hat man es versucht in Ostfriesland und irgendwo hat man hier die Initiative genommen, aber offensichtlich hat das nicht geklappt und ist man von hier nach Rinzimogelst gefahren und hat man dort irgendwo Größe an Mäzenas Sponsores gefunden, die dort die Aufbau von Klaarkamp ermöglicht haben. Dann ist es ja. Das wäre doch toll, so, ja. Wenn wir als Kleintochter von Klaarkamp, eigentlich die Mutter von Klaarkamp hier gewesen wären. Ja, 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 ja. Es gibt eine Sage hier von Ilo, dass es einen Mönch hier gegeben hat. Und dieser Mönch ist dann mit seiner kleinen Kapelle dort untergegangen, weil er gesündigt hat mit einer Frau. Nicht? Aber vielleicht sind das Sagen und Legenden haben ja etwas immer mit, schon, ja. Nicht? Das vielleicht schon. So mit etwas Realität zu tun. Ja. Und vielleicht ist da so der letzte Rest von einem Gründungsmythos. Dieser Pfeiler hat hier gestanden und es ist der südwestlichste Pfeiler der großen Klosterkirche, der Iloer Klosterkirche. Und dort unten, wenn du reinguckst, siehst du, das ist sozusagen der Grund gewesen, der Fußboden. Ja. Und da hat sich der Pfeiler aufgebaut. Und mit diesem Steinhaufen, den die Archäologen 2005 ausgegraben haben, konnten wir dann sagen, wie die ganzen anderen Pfeiler und wie die Kirche ausgesehen hat.
Zond een peer hier steert op het kleersterterrein, midden in het bosk, een reconstructie van de eerdere kleersterkerken. Onder de groen is een stilteromte voor het kerkendiensten en een tentoonstelling over de geschiedenis van het klooster en de skieremonsen van Ilo. Je moet mensen hebben die daarvoor begeisterd zijn. En die eerste jaren moeten ze jetzt ook aushalten dat men zegt, ze zijn also een beetje... Sie haben zwar eine Idee, aber was ist das für eine Idee? Aber die Idee wurde dann auch immer realistischer. Und wir haben insgesamt 17 Sponsoren hier gehabt, die das auch gesponsert haben. Und wir sagten, dass nach nur vier Gästen, ein sie an der Ohrenkant, er sagt, das findest du sehen. Und er sagt, das sind die Moenen. Und er sagt, die Moenen, ja, da bij het Kleister. En er zijn hier weer een palen bouwland bij. En dat verzwarigen ze, orenkleesters maar eten. Ja, dat weet verhaal. En dan voor de oren beweren, dat ik nog. Daar ga je berghuizen te lezen. En zijn dat in de opberghuizen van dit kleester, dat leidt aan het water. Ja, Uithoven, hè? Ja. St. Jelve de 16e eeuw veroordeelt het. In 1500 begint maar Luther en later Calvijn de reformatie. Een beweging die tek in Friesland oorslacht. De mensen leeuwen dan net meer in de monsen die de ziel van mensen de hemel inbidden kan. Er binnen amper meer gewoon die het kleester in willen. Het betuurt dan ook de eind van de kleesters in Friesland en dus ook van Klaarkamp. Staan gewoon begint met trots te gaan dat die kleesters indeed geen functie hebben, tenminste. In haar denken dan, in haar leeuwen. Want in de testamenten wordt amper meer aan Jilton Kleesters jongen voor gebed, voor de zielenmessen. En er zijn heel veel minder mensen die in het kleester intreden om priester of non te worden, of koormonnik. Want als het intreden was, dan had je natuurlijk het idee dat het een hele nuttige functie had voor de maatschappij als voorbidder voor het heil van oren. Dus die kleesters hebben in feite geen echte functie meer. En ja, dan wie je natuurlijk al zag in de gedachten van vooral Calvinisten, dat monniken winnen gewoon oplichters. Ze verkeerden iets, werd in feite geen verlet van wie. Dit is... Het testament van Sitsiara, dat wie Sitsiara is een van de machtigste mannen uit zijn tijd. Hij was grietman van Dantemandiel. Hij wenne ook in Rinsmegist op Tjara staten. Hij is begroeven uiteindelijk ook op het kerkhof van Rinsmegist en heeft zijn testament maken in 1540. Item to Klaarkampo in da convent 1 tonne hamburger bier. Dus het enige wat hij voor Klaarkamp oer hier wie een ton hamburger bier. Dan merk je dat de reformatie er al aan komt? Bij hem vernemen we het alleen nog maar in het feit dat we normaal van een man van zijn statuur volle meer verwachten hier. Hij jouwt relatief weinig ten opzichte van wat hij al jouw vermogen ons in ben schenkt. Maar in tijd... Bij tiergenoten zeggen we dat wel heel scherp waarom. Dat een heel soort borgers en layout bijgeliks die jou amper met wat omkleed of zelfs, ben niet al vijandig. En dan, in 1580, gingen de kleesters dicht. De abt van kleester Bloemkamp werd ophellen door soldaten. En boekte de kosten van zijn arrestatie zelfs nog in. De 7e februari, 12 kronenschuldens... Van kosten voor mij en de soldaten die mij haalden. Anderhalf carolus gulden en de 2 stuivers de schipper. Nog 18 stuivers verteerd. Dat wil het allerlaatste. Is het allerlaatste? Dus hij de kosten een maatje matten voor zijn eigen vervier. Mij een trekschuit richting Leeuwen. En hij moest ook de soldaten betellen die hem ophelden, jongens. Dat had er nog in het boek kunnen. Dat is het lijsten. Dat is wel tragisch. Tragisch, tot op zekere hoogte wel, ja. Het is wel tragisch. Dus in de mits van februari is binnen de kleesters opgeheven. En binnen dus overal
commissarissen en soldaten stuurt naar de verschillende kleesters om beslag te nemen van al het materiaal wat er wie en de boekhouding en dergelijke. En de monniken die er nog wienen, ik ze met mij te nemen. En dat is hier gebeurd. Hij had zijn rekenboek mijn naam en dit is de les wat erin schreven had. Als je deze stingen die is van het kleester komt, want het kleester je kan eigenlijk een kerk af. Alleen doet hij 1678 de 1578 doet de kleester die oer weer. Toen werd een zaakje van nou slopen de boel en slecht je. Dus het kerkhof waar ik slechte deed. Alleen die stingen, dat die een bijzondere stingen, omdat het heel dik is en een heel fras is. En dat weer de priersteen van de laatste prier van het kleester. Nou ja, in 1580 werd in één keer werd in één klap alle kleesters in Friesland opgeheven. En de steden van Friesland nemen als het ware dat kleesterland in beslag, plus de gebouwen en alles wat erbij komt. En de complexen, die hadden ze natuurlijk voor een part de inboedel verkocht om de rieltuur te helpen. En ze gaan het ek min of meer ek als openbare steengroeven broeken leren toch de mensen in de omgeving. Nu binnen we goed 400 jaar later. Op basis van archeologisch onderzoek in 2010 is het plak dat de kleesterkerk stien had onwijs als archeologisch rijksmonument. Dat betekent dat het loon Jesalism bleven had, zat het erin leidt. Het is de bedoeling dat hier nog voor de zomer een archeologisch typepunt komt met een expositieruimte en informatie over het kleesterkerk.